Wateringse Veld is gebouwd door Marlies Romer. Een nieuwkomer in het specialisme van het scholenbouwen. Is het nou moeilijker om met zo'n onervaren schoolarchitect te bouwen? Nou, misschien wel niet. Ik bedoel, misschien is het ook wel een beetje in je eigen voordeel. Alleen dan kan nemen ze meer op natuurlijk. Ja, ze precies. Zijn geneigd te denken van ja, jullie weten het. Programma van eisen, als ze dat eenmaal hebben, dan kunnen ze daarmee verder. Dus, het geeft ook wel je perspectief. Iemand die ervaring heeft zegt, joh, je hoeft mij niet te vertellen. Ja. Maar nu zegt ze, oké, dan... Dat neem ik voor jullie aan. Neem en ik aan. Zij neemt haar eigen kwaliteit. Alleen gaat zij dat detail uitwerkingen, gaat zij natuurlijk wat meer... Wij vinden dat wij als openbaar onderwijs Den Haag... dat wij ook... niet alleen kinderen moeten laten leren. En ook bijvoorbeeld bouwvakkers. Ten aanzien van architecten is het zo dat, dat wij als stelregel hebben dat minimaal 50% van de architecten dat moeten architecten zijn zonder ervaring in de scholenbouw. Waar kijkt u naar? Ja, kijk naar de sfeer die het uitstraalt. Hè. De scholen gaat altijd tegen een heel laag budget. En ik probeer te kijken of de architecten en natuurlijk ook de opdrachtgever erin geslaagd is om met al die dilemma's die zich meestal concentreren op geld versus programma, of men toch uit die dilemma's is gekomen en toch een omgeving heeft gecreëerd waar dat kind zich thuis voelt. Een van de dingetjes die je dan achteraf constateert, maar dat kan je niet echt een fout noemen, maar daar word je dan uiteindelijk door kinderen of leerkrachten op gewezen. Het is een heel leuk ontwerp. De architect, hoe heet het ook alweer? Marlies Romer, die heeft dit ontworpen en het is echt een heel apart blokje. Maar goed, bij gebruik, ik zal de kraan alleen even aandoen, maar ik zal hem niet te ver doordraaien. Maar je moet je voorstellen, als die dat loopt en de kinderen, die duwen hem per ongeluk even zo door, hè? Dan zie je het effect al. Ja, dus dat doen we de volgende keer niet meer. Dus de volgende keer moet je denken van, dan moet je of hier een beschermschotje maken of een achterwandje. Dus dat zijn van die hele kleine details waarvan je zegt van, ja, daar moet je op letten. Ja. En dat soort dingetjes kom je toch telkens weer opnieuw tegen. Je kunt dat niet van tevoren inschatten. Moet je nou een architect veel meer uitleggen die nog nooit een school gebouwd heeft? Ja, absoluut. Iedere architect heeft die zonder ervaring in de scholenbouw. Die heeft maar één referentie. Tenminste, ze heeft meestal een aantal. En dat is de eigen scholen waar ze op hebben gezeten. En dat is ja, toch vaak een lastig om dat te doorbreken. Dat is toch vaak traditioneel, zo'n school. Open ruimte. Ja. Mooi kleurgebruik. Goede belichting. Het is ook de hal waar festiviteiten kunnen plaats hebben. Sinterklaasfeesten. Maansluitingen begrijp ik ook van de school. Hier toch wat extra gordijnen. Ja, het leidt te veel af. Het leidt te veel af. Ja, dus... Hij heeft heel opgewekt, de school. Wat is dat jullie bedoeling? Ja, door de massa moet je oppassen dat het geen... Dus het moet echt toch leuk zijn om zeg maar in het gebouw te zitten en niet het idee te hebben, het is een soort fabriek. Inderdaad. Dus, daar was je bang van? Nou ja, voor de fabriek. Ja, als het een grote school gaat worden, dan ga je dingen repeteren en dan ben je bang van... Maar er zit genoeg, kijk, ook de sfeerverlichting werkt bij, hè, met dat soort dingen, om toch nog even warmte te geven, denk ik zelf ook. En dan kwam ze met die ideeën en dan zeiden jullie, heb ik daar wel geld voor en weer? Daar hebben we inderdaad nog wel even over gestoeid, want dit soort dingen hakt er wel in, hè. Ja, natuurlijk. Hoe zie je nou of het bijzonder opdrachtgeverschap is? Exact. Ik loop mij dat al de hele tijd af te vragen. Waar zie ik dat? Architecten, als het goed is, zijn ontdekkers. Moeten dus dat in hun mars hebben.
Maar we moeten ook die kans daarvoor hebben, dat is één kans. Twee, we moeten ook uitgenodigd worden, telkens weer, om dat te kunnen doen. En na die ontdekking zou je dus willen dat iets bij elkaar komt. Heb je hier nog een strijdje gestreden? Nou, wat Tom al aangaf, je ziet hier de overgang van marmeleen naar een tegelwerk. In eerste instantie was hier alleen maar marmeleen een toepassing, maar ja, dat geeft zoveel gevolgen met de toiletten dat je zegt, dat is erg kwetsbaar. Dus we hebben hier gevochten voor toch een tegelvloertje. En dan moet je wel even flink discussiëren. Ja, omdat je raakt dan toch een stukje ontwerp, zou ik maar zeggen. En daar moet je compromis in sluiten. Dus, nou goed, uiteindelijk is ze denk ik ook heel erg tevreden over het effect. En jullie zijn tevreden over de kleur? Ja, nou ja, we begonnen, in het begin hadden we wel zoiets van, oei, hè? Maar je bent eraan gewend en het valt bij iedereen toch wel goed. Je ziet eigenlijk dat een architect de ruimte heeft gekregen. In dit geval geloof ik dat wel, ja. Dat kan ik zien. Je kan zien dat een architect uitgedaagd is door de opdrachtgever. Dat weet ik nog niet, want ik zoek dan telkens is dat de opdrachtgever die dat veroorzaakt of de architect zelf. Ik bespeur hier het wel. Tot nu toe ben ik zover als detective. Belettering is ook zo'n belangrijk facet. Hè? Zeker zo'n groot schoolgebouw is het natuurlijk wel prettig voor kinderen en ouders. Waar zit mijn groep? Maar dit is echt wel apart ook van Marlies, om het op die manier zo duidelijk te maken. Dit kan niet missen, hè? Groep 7. Noem maar wat. Hoewel hier groep 3C zit, maar goed. Ik denk dat dit lokaal 7 is, Koos. Ik heb de uitvoerder van de aannemer meegedacht in het ontwerpproces. Want aanvankelijk waren die deuren uitgerust met volledige gaten. En hij zegt, nou, als er nou eens een keer een kind zijn hoofd doorheen steekt, en dan alle douwt die deur zo. Ja. Dan is het toch wel zo'n 24 krijg je inderdaad. Ja, dit was ook wel erg belangrijk. Ja, hij loopt lekker soepel de deur. Ja, maar dat is een veiligheidssysteem. Hè? Oh, sorry. Zullen we het zien in mijn andere deur? Doe hem nou eens dicht, man. Ik kan helemaal niet meer dicht. Ja, dat vind ik smerig. Heel goed. Ja. Nee, ja, als we hem een andere deur pakken. Hij is op het eind zit hier. Nou ja. Hij vraagt wat onderhoud. Ik zie dat deze toevallig. Die gaan nog wel 10 jaar mee. Dit bedoelen wij nou met onderhoud. Kijk, je hebt een ontwerp en wij kijken ook naar onderhoud van een school. Erg belangrijk. Ik vind dit wel echt een ontzettend grote school, want dat is een ander gedeelte. Hier, de dieping is ook school. Dat is aan beide kanten. Daar waren we net, dat zijn de gangen met de lokalen eraan. En op de begane grond zit een dagverblijf van gehandicapten van de Compaan. En de Compaan is een stichting in Den Haag die een aantal van dat dagverblijven exporteert. Het voordeel is als je dat bijzoekt. Financiën. Precies, je kan de kosten delen van het ontwerp, je krijgt meer volume, dus de bouwkosten per vierkante meter zouden lager moeten worden. Het is ook nog een keer het voordeel dat dit een dagverblijf was van, wat wordt gefinancierd door VWS. En er zijn de budgetten toch iets hoger en hebben alles op één hoop gegooid, dus mag ik misschien niet zeggen van VWS trouwens, maar... Gewoon alles op een hoop gegooid. Het gaat om opdrachtgeverschap in dit geval. En het gaat om inspirerend opdrachtgeverschap. En over het feit of een school dan veel geld of weinig geld beschikbaar had, dat draagt natuurlijk wel bij in het resultaat. Maar dat heeft op zich nog niet zoveel met dat opdrachtgeverschap te maken. Heeft u het idee dat het een stimulerende opdrachtgever is? Dat denk ik wel, want kijk, een opdrachtgever die leerlingbouwplaatsen realiseert en mensen aan het werk zet die nog nooit een school gedaan hebben, nog nooit een school gemaakt hebben,
Ja, dat vind ik toch wel bijzonder, ja. Heeft u wel het idee dat er ook gestuurd is door de opdrachtgever? Ja, gemanipuleerd haast zou ik willen zeggen. Ja, op het goede resultaat. Ze weten wat hun kengetallen zijn, wat hun belangen zijn. En ze laten dus heel veel ruimte zeg maar, voor het creatieve proces. Architecten die niet bekend zijn met het bouwen van scholen, is dat een goed idee? Nou, het betekent in ieder geval dat die architecten heel goed na moeten denken over zijn opdracht. En dat levert dus wel wat op. Ja. Ja. En ze kunnen misschien iets meer sturen? Of denk ik nu slecht? Nou, ik denk dat dat wel zo is. Dat ze zeg maar, ook die openheid wel zoeken in die situatie. Maar ze zijn heel ervaren, dus ik denk dat een architect het wel heel moeilijk heeft om die dingen overhoop te halen die zij heel erg belangrijk vinden. Dat wel. Ja.